Hoi, mijn naam is Jorinde en ik ben een voorleesvrijwilliger. In de serie Hoe word je een super voorlezer wil ik je in deze aflevering laten zien welke boeken geschikt zijn en wat mijn favorieten zijn. Er zijn ontzettend veel verschillende boeken, maar eigenlijk is het hoe jonger het kind, hoe korter het verhaal moet zijn en hoe korter de zinnen moeten zijn. Ik ga zo naar een voorleesgezin waarbij het meisje Amira 5 jaar is. Dus zoek ik boeken die passen bij haar taalniveau en wat zij leuk vindt om te lezen. Voordat ik ga voorlezen, ga ik al het eerst naar de bibliotheek. Wat ik ook altijd doe in de bibliotheek is dat ik de boeken even doorblader, zodat ik zie of er leuke afbeeldingen in staan en dat de tekst niet te moeilijk is. Dit zijn boeken die ik zelf heb meegenomen naar Amira, meisje van 5 jaar. Kleine muis zoekt een huis. Het circusschip. Vliegend vlugge vlieg. En mama kwijt. Het zijn eigenlijk allemaal dierenboeken met leuke afbeeldingen erbij. En bij de ene is de tekst iets langer en bij de andere is de tekst iets korter. En over een tijger. Hey, ik heb ook op school. Oh, heb je die ook op school? Ja. In het begin neem ik altijd heel veel verschillende boeken mee naar een voorleesgezin. Zodat ik ook een beetje kan uitproberen wat het kind leuk vindt om te lezen. Welke gaan we als eerste lezen? Welke vind jij leuk? Heb je niet meer boeken? Ik heb er nog meer, maar we gaan eerst deze lezen. Okay. Welke zullen we als eerste lezen? Noem deze als laatste. Eerste tijger. Ga het maar goed neerleggen. Eerste tijger, dan de uil. Oh, de muis, dan de uil en dan de boos. Nee, oh, eerst de muis. Ik heb bijvoorbeeld een heel seizoen lang met een jongetje het boek, of de serie Koen Kampioen gelezen, omdat hij dat boek heel erg leuk vond. Nou ja, leer ik zelf ook weer meer over voetbal. Voor elk kind is er een geschikt boek te vinden. Als je er niet uitkomt, vraag het aan mij of vraag het aan een medewerker in de bibliotheek. Dit was het voor vandaag. In de serie Hoe word je een supervoorlezer? De volgende keer krijg je weer nieuwe tips. Als je vragen hebt, stel ze hieronder. En succes met het uitzoeken van een leuk voorleesboek.